Goedemorgen mensen. Wilt u met mij gaan staan? Dan gaan we samen de dienst starten, openen. Dus als u gaat staan, dan is dat het teken dat u wakker bent. Als je nog blijft zitten, dan ben je of nog niet wakker of je hebt me niet gehoord. Welkom, fijn dat je er bent. Vanochtend hebben we één dienst en dat houden we nog even vol deze maand. Dus er is geen tweede dienst, maar dat hoef ik tegen jou niet te zeggen, want je bent er in elk geval vanochtend. Vandaag is er geen zomerbios. Voor alle mensen, die ook volwassenen, die zich daarop verheugd hadden. Ja, jammer, dat is volgende week weer. En we gaan samen een goede dienst hebben. Wat mij een mooi idee leek, is dat je even iemand in de buurt welkom heet. Dat is een goede gewoonte. We zijn samen familie, heet ze welkom in onze familie. Prima, dat doen jullie uitstekend. Het is goed om even contact te maken met andere mensen. Daarvoor zijn we ook gemeente met elkaar. En we staan hier. Ik moest even denken aan een moment gisteren, maar Joke zat de krant te lezen. En ze werd, je mag gewoon blijven staan wat mij betreft, hoor, want we gaan meteen door in de aanbidding zometeen. Maar Joke was even de krant aan het lezen en ze werd op dat moment geraakt door wat zij las. Toen vroeg ik aan haar van, hé, waar word je door geraakt? Dat was iets wat ze in dat artikel had gelezen. En ik zei, yes, fantastisch dat je geraakt bent. Over het algemeen vind ik het niet zo leuk als we geraakt zijn. Zeker in Nederland niet. Hè? Want dan, als je emotioneel bent, dan zijn we dan niet trots op. Zouden we best wel trots op mogen zijn. Maar als je geraakt bent, dan zit daar passie. En mijn vraag is, waarom ben je hier vanochtend? Ben je hier gekomen vanuit de gewoonte? Dat je denkt, ja, ik ga toch maar naar de kerk toe. Of wil je geraakt worden opnieuw door Gods liefde zelf, door hem zelf? Een goede gewoonte is goed, maar passie maakt de gewoonte beter. Want passie achter onze gewoontes, die geven een diepte. En die zorgen ervoor dat we aangevuurd blijven. En dat is mijn gebed van vanochtend. Heer, ik wil bidden vanochtend ook weer dat u ons raakt met uw liefde. U staat klaar. U zegt niet vanochtend, oh ja, ik moet ook weer wakker worden, want Shelter Haarlem gaat weer een dienst hebben. U bent volkomen alert. En uw passie en uw liefde is volop beschikbaar. Dank u wel, ja. En we strekken ons eruit. En als dat ook voor jou geldt, wil ik gewoon simpelweg vragen. Strek je uit, steek je handen naar God omhoog en zeg, Heer, hier ben ik. Ik wil geraakt worden door uw liefde. Ik wil geraakt worden door wat u mij te vertellen hebt vanochtend. En u bent daar weer opnieuw, Heer. U staat klaar om uit te delen. En jij hoeft simpelweg te ontvangen. Zeg maar, ik ontvang het, Heer. Ik ontvang wat u mij wilt geven vanochtend ook weer. Ik ontvang wat u voor mij hebt vanochtend. Dank u wel. We strekken ons daarna uit. In Jezus' naam. Amen. Thank you.
Het is niet de vraag van of hij je duwt, maar
genezing is er voor jou vanmorgen. Heer Jezus, dank u wel dat we u mogen prijzen, Heer. Wil u prijzen, Heer Jezus, u bent hier. Heer, dank u wel dat die bron van genezing hier is, Heer Jezus. In glorie aan u, Heer. Strek ons naar u uit, Heer. Strek ons uit naar uw glorie, Heer. Wil uw voeten aanraken, Heer Jezus, dank u wel. Heer, u houdt van ons. Wil uw woorden horen, Heer Jezus, open onze oren. Open onze ogen, Heer Jezus, want we willen u zien. Heer, en u kijkt met zoveel liefde naar ons. U kijkt naar ons, Jezus. En u vraagt, zie je mij? Zie je mij? Kijk naar mijn ogen, want ik hou van je. Ik heb genezing voor je op het oog. Dank u wel dat u uw handen op ons hoofd legt. Heer Jezus, dank u wel dat u ons denken geneest. Jezus, ga uw gang, Heer. Dank u wel, Heer. Daar waar er soms aan leugens in ons hoofd zitten. We denken, Heer, en we soms van ons afgewezen of wat ook. Heer, u geneest ons denken. Dank u wel, Vader. U geeft leven, Heer. Leven in overvloed. Er is altijd leven in overvloed. Dank u wel dat u het uitgiet vanmorgen over ons. Dat we in die stroom mogen staan. Vastklampen aan die naam en zeggen: Jezus, u bent het.
Ik zou zeggen, als je gemeentelid bent en je hebt ook behoefte aan het profetisch woord, zou ik ook op gaan staan. Maar misschien wil je graag dat God tegen je spreekt over een bepaalde situatie. Ga gewoon staan. En God wil spreken, namelijk vanochtend. Dank u wel, Heer. Het is uw naam, Heer. Jezus, die ook zou klinken als mensen behoefte hebben aan het spreken van u. En gemeente wil even vragen of je om je heen wil kijken. En stap even op iemand af en spreek een woord over die ander uit. Niet over huizen, geen toekomst, geen banen. Maar simpelweg een eenvoudige gedachte die je hebt. Jouw woorden, God spreekt door jouw woorden heen. Zijn natuurlijk de mensen gaan staan die graag een profetie willen hebben over een huis of over een baan. Maar ja, goed, het kan niet altijd feest zijn natuurlijk. Dus loop even naar iemand toe en bid voor die ander. En zeg, en dit is wat God tegen jou wil zeggen. Een simpel woord, een tekst, een gedachte. Kom op gemeente, actie. Je hebt het toch al warm, dus maak het uit. Loop even naar iemand toe. Ik zie nog een paar mensen staan. Wees vrijmoedig, spreek een gedachte uit, een woord uit. Heer, dank u wel, Heer. Het is de naam van Jezus, Heer. Die ook nu weer opnieuw mag klinken. En dank u wel, Heer. Dank u wel, Heer. Jezus. Steek even je hand op als het niet voor je gebeden is, want het zou heel vervelend zijn. Ja, daar achteraan zit er iemand staan. Steek even je hand op. Hier vooraan zit nog iemand in de rolstoel. Wil iemand daar even naartoe lopen? Daar achteraan zie ik nog iemand staan. Ja, goed. Dank u wel, Heer, dat u wilt spreken hier ook vanochtend weer heel direct, heel persoonlijk. Heer, dank u wel, Heer, voor de vrijheid die er is hier. Dank u wel, Heer, voor uw richting die u geeft hier. Het zit hem niet in de hoeveelheid woorden. Het zit hem in het feit, Heer, dat we ons openstellen en dat u wilt spreken. Simpele, eenvoudige gedachten met een grote impact. Dank u wel, Heer. Dank u wel. Dank u, Jezus. Dank u wel, dat ik ook mag bidden voor de offergave. Ook vanochtend weer mogen we vrijwillig, vrijmoedig geven, Heer, van wat u ons gegeven hebt. En zegen de offergave in Jezus' naam ook vanochtend weer. Amen. De mandjes mogen rondgaan. En dan komt Rebecca naar voren, hoop ik. Applausje voor Rebecca, ja. Ze is eerder van vakantie teruggekomen omdat ze hier moest spreken. Nee hoor, dat is niet waar, maar... Zegen, Rebecca. We zijn benieuwd wat God door jou heen zegt. Go for it. Goedemorgen allemaal. Hey, daar zijn we dan. Wat een warmte, hè? Oef, wat een droogte. Wij zijn eerlijk terug van vakantie. Kleine 2 weken is weg geweest. Een weekje bij familie in Noorwegen en vrienden in Denemarken. En dan geniet je van de warmte en de droogte. Lekker bij het meer en bij het strand. Maar kom je terug van vakantie en heeft je tuin het niet gered. Gras is helemaal dood. En plantjes. En dan denk je, ja. Dan denk je, nou, ben ik blij dat ook al heb je soms in je geestelijk leven ook al een beetje periodes van droogte. Dat je niet doodgaat. Maar zoals er in Jeremia 17 staat. Gelukkig is de man die op de Heere vertrouwt. En zijn geloof op hem richt. Die lijkt op een boom die aan een rivier staat. Een boom die geen last heeft van de hitte.
en die niet lijdt onder maandenlange droogte. Zijn bladeren blijven groen en die blijft vrucht dragen. En zo is het. Dus onze tuin redt het niet. Maar wij, in die periodes van droogte in ons leven, wij mogen wel gewoon vrucht blijven dragen. Gelukkig. Ik wil vandaag met jullie kijken naar een persoon uit de Bijbel. Die ook dus behoorlijke last had van droogte. Zowel een natuurlijke droogte in het land, maar ook een geestelijke droogte. En ik vind het zo'n bijzonder verhaal, het is een van mijn lievelingsverhalen. Want wij zien echt gewoon de goedheid van God, de genade van God, door het verhaal heen. En het is het verhaal van levensverhaal van Naomi in het boek Rut. En het is een Oud Testament, het is echt een heel gaaf boek. Ik ga ervan uit dat de meesten van jullie het verhaal kennen. Maar als je het niet kent, ik ga het min of meer vertellen vanochtend. Maar ik raad jullie allemaal aan om komende week gewoon 20 minuutjes te nemen om het verhaal van Rut opnieuw te lezen. En je te laten inspireren, verfrissen en bemoedigen. Want het is echt een heel bijzonder verhaal. Dit verhaal is voor iedereen. Voor mensen die soms moeilijke dingen meemaken in het leven. Die wel eens pech hebben. Als je heel veel ellende hebt en je soms denkt van, ik zit allemaal niet zitten. Kan je er wat uithalen? Het is voor mensen die soms twijfelen van, ja, loont het zich wel om God te volgen, om hem te blijven najagen in het leven. Maar het is ook voor ons gewone mensen. Hè? Een heel gaaf boek, een verhaal waarin we echt lessen kunnen krijgen van hoe we andere mensen kunnen helpen om vrucht te dragen. Uiteindelijk gaat het om de eeuwigheid. Dat de schepping God leert kennen. En weet dat hij een liefdevolle vader is. En dat ze allemaal vrucht dragen in hun leven. En de eeuwigheid met hem mogen doorbrengen. En dat is ook ons doel, hoop ik, als christenen. Dat we Gods liefde kennen. En dat we andere mensen bij God willen brengen. Dus ook mooi om te zien. Het geeft hoop. Want soms denk je in het leven, je doet gewoon je normale dingen. Je voedt kinderen op, je gaat naar je werk. En je gaat naar de seniorenochtend. Maar God kan zelfs daardoor heen werken. En hele mooie, bijzondere dingen doen. Nou, we beginnen dus met het verhaal van Rut. Maar voordat we dat gaan lezen, ik ga heel veel in- en uitduiken. Dus ik zeg, stel voor dat je een beetje meeleest, houd open. Of hou je schermpje erbij. Dan kunnen jullie lekker meelezen. Maar voordat we beginnen in Rut, nemen we het allerlaatste versje uit het boek daarvoor. Richter 21, vers 25. En dan schetsen we een beetje het scenario van die tijd waarin Naomi en Rut zich bevonden. Staat in Richter 21. Er was in die tijd geen koning in Israël. En iedereen deed maar wat hem het beste leek. Ga je voorstellen wat een ellendige situatie dat was. Het lijkt een beetje op de wereld nu. Dat mensen gewoon niet bewust zijn van God. Ik doe maar wat waar ik zin in heb. En het was geen mooie tijd. Het was een duistere periode in de geschiedenis van Israël. En wat we zo vaak zien, een cirkel van Gods volk die zich afzet van God. Ze doen wat ze willen, ze zondigen. God stuurt weer iemand, een richter die ze helpt. En dan keren ze zich terug naar God en komt er weer bevrijding. En dan vallen ze terug in oude patronen, in oude zonden. En toch zien we in deze duistere periode dat Gods oog op één familie is. Op de familie van Naomi. En God is met haar begaan. Hij heeft een plan. En dat is zo gaaf om te zien. Dat die grote God jou en u en mij allemaal ziet. En dat hij weet waar we doorheen gaan. En dat hij een plan heeft. Dus we gaan kijken naar de situatie van Naomi. En we beginnen dus bij het begin. In Rut 1, ik lees de eerste vijf versen voor. Okay? Dus in die tijd dat Israël door de richters werd geleid, trof een hongersnood het land. Elimelech, een man uit Bethlehem in Juda, hij week daarom met zijn vrouw Naomi en hun twee zonen, Machlon en Gilion, uit naar het land Moab. En daar bleven ze een tijd lang als vreemdelingen wonen. Na enige tijd stierf Elimelech en Naomi bleef achter met haar twee zonen. Zij trouwden allebei met een Moabitische, de ene heette Orpa en de andere Rut. En toen ze daar ongeveer 10 jaar gewoond hadden, stierven beide mannen en Naomi bleef helemaal alleen achter. Nou, dit is dus een heleboel ellende van Naomi. We lezen dus over de droogte, echte hongersnood.
Well, wij hebben het nu warm, maar we kunnen straks lekker naar de Albert Heijn even wat frisdrank halen. En dan gaat het weer wat beter met ons. Dat kon Naomi toen niet doen. Ze zijn gedwongen om te vluchten naar Moab. Moet je voorstellen dat je moet vluchten naar een vreemd land. Je moet een nieuwe taal leren. Gelukkig geen Nederlands, hè, want dat is een heel moeilijke taal om te leren. Maar andere taal. En ze wonen daar als vreemdelingen. We weten dus zeker niet uit dat het geen pretje was om daar als vreemdelingen te wonen. Nou, Naomi's man komt te overlijden. Heel triest. Beide zoons die trouwen met die buitenlandse vrouwen. Dat was in die tijd niet verboden volgens hun cultuur. Maar het was zeker niet wenselijk als Joodse moeder dat je zoon met een buitenlandse vrouw trouwt. Als je wil weten hoe zwaar het is dat je zoon met een buitenlandse vrouw trouwt, dan moeten jullie bij mijn schoonouders zijn. Die kunnen daarover vertellen. En Naomi die is echt wanhopig. Ze bevindt zich dus in zo'n hopeloze situatie. Ze is zoveel kwijt. En ze is niet alleen maar alles kwijt, maar ze heeft gewoon geen hoop op toekomst. Want als alle mannen uitsterven en er geen familielid is die gaat trouwen met die schoondochters, dan ja, komt er gewoon geen kleinzoon. En dan sterft die familie uit. En dat is gewoon echt een schande en een tragedie. Maar iets verderop lezen we dus hoe Naomi dit verwoordt. Hoe ze vertelt aan anderen. Hoe ze dit allemaal ervaart. In hoofdstuk 1, vers 20 zegt ze, als ze later terugkomt: noem me geen Naomi meer. Naomi betekent aangenaam. Maar noem mij Mara, wat bitter betekent. Want de Almachtige God heeft mijn leven bitter gemaakt. Waarom zouden jullie mij Naomi noemen, terwijl de Heer tegen mij is geweest en mij zoveel ellende heeft aangedaan? Dieper kan ze niet gaan, heb ik het idee. Ze gelooft nog wel dat God bestaat, gelukkig. Maar dit is haar gevoel, dit is haar werkelijkheid, hè? Ik denk niet dat we kunnen zeggen, nou, God is een God die ellende stuurt. Dat kunnen we niet theoretisch onderbouwen. Want als we de hele Bijbel lezen, dan weten we dat God een God is van liefde. Ja, die zijn enige geboren zoon heeft gegeven, opdat niemand verloren gaat. Maar dit is haar werkelijkheid en op dit moment hoe zij het ervaart. Dat God haar alleen maar ellende heeft gestuurd en haar leven bitter heeft gemaakt. En we weten dat het goed afloopt, het verhaal. Gelukkig. Hè, voor de mensen die het al kennen. Het is zo mooi hoe God het leidt en stuurt. En dat zien we dus, dat lezen we snel aan het einde. Dan maken we een sprongetje dus. In Rut 4, vers 14 tot en met 15, daar staan de vrouwen van de stad. Die zeiden tegen Naomi: prijs de Heere, want hij heeft u een kleinzoon gegeven. Hij zal ervoor zorgen dat u zich weer jong voelt en u verzorgen als u dat zelf niet meer kunt. Dit jongetje is immers de zoon van uw schoondochter, de vrouw die zoveel van u houdt. En u meer waard is dan 7 zonen. Maar gaaf, hè? Zo gaaf. Maar hoe kan dat? Hoe kan het dat Naomi een sprongetje maakt van: mijn leven is ellendig, noem me geen Naomi meer, ik weet het allemaal niet, dit heeft God me aangedaan. Na 3 hoofdstukken later: prijs de Heer, God heeft me een kleinzoon gegeven. Nou, dat gaan we vanochtend allemaal ontdekken samen. Want dat willen we weten. Misschien heb je het zelf nodig, die boodschap, of die sleutels. We hebben het zeker nodig voor de wereld die God niet kent. Er zijn heel veel mensen met een leven die ze niet graag willen leiden. Ze willen gewoon nieuw leven, ander leven, een leven met God. En we gaan kijken van hoe Naomi zo'n punt bereikt is dat ze ziet wat God heeft gedaan. En dat ze bewust is en op het punt staat om hem te prijzen. Zo mooi. Nou, voordat ik een paar sleutels met jullie ga delen, wil ik even een opmerking maken. Dat in het hele verhaal van Rut, die 4 hoofdstukken, dat je geen één keer leest dat God direct spreekt. Dat lees je wel vaker in de Bijbel. Zoals God tegen Mozes sprak of Samuel. Maar in het boek van Rut gebeurt dat niet. Er is ook geen engel die verschijnt zo plotseling, zoals bij Maria toen met een mooie boodschap. Dat gebeurt ook niet. En niemand krijgt een droom, zoals Jozef. We weten dat God door dromen heen spreekt, want dat gebeurt niet in het verhaal. Er zijn geen visioenen, zoals Paulus had, en meerdere mensen van: nou, God dit en God dat. En er is ook geen profeet die komt met een boodschap. Geen persoon die met een duidelijke boodschap van God verschijnt en zegt: nou, de Heer zegt dit of de Heer zegt dat. Dat gebeurt allemaal niet in het verhaal van Rut.
En ik wil jullie daarmee bemoedigen, want ook al zijn het profetische en die dromen en de visioenen fantastisch, en ik verlang er ook meer naar in mijn leven, om die dingen mee te maken. We kunnen God zien werken en het werk van God zien, ook zonder deze dingen. En daar gaan we nu naar kijken. Nou, het allereerste wat we lezen, de eerste stap, zeg maar, voor Naomi, van droogte naar vruchtbaarheid, van ellende naar prijs de Heer, staat in vers 6 van hoofdstuk 1. Omdat zij, Naomi, daar in Moab, had gehoord dat de Heer zijn volk had gezegend met een goede oogst, waardoor er weer voldoende te eten was, besloot ze met haar schoondochters terug te gaan naar Israël. Lieve mensen, het is zo simpel, maar Naomi krijgt iets te horen over wat God heeft gedaan. Diep, hè? Zij krijgt gewoon simpelweg te horen van wat God heeft gedaan. En dat geeft hoop. En dat zorgt ervoor dat ze in beweging komt en ervoor kiest om terug te gaan naar Israël. Dat is de eerste stap, zeg maar, de eerste druppel van zegen. De eerste regendruppel op haar mooie toekomst van hoop en vruchtbaarheid. En ik denk dat wij als christenen hier een paar belangrijke lessen uit kunnen halen. Dat het echt zo ontzettend belangrijk is dat wij als christenen vertellen over wat God doet en wat hij heeft gedaan. Hè? Wij horen nu wekelijks op zondag een getuigenis. En dat is niet al leuk en mooi of goed zo, al wat voelt dat lekker en fijn. Nee, dat is wat we horen elke keer. Dat getuigenis betekent, God doet het opnieuw. En het geeft leven, brengt hoop, het inspireert mensen om zelf op zoek te gaan naar die levende God. Die ook wat in het leven van een ander is gebeurd, in mijn leven wil doen. En in het leven van je man of je vrouw of je buurvrouw of je collega of wie dan ook. Het horen van wat God heeft gedaan is zo belangrijk. En als we het niet vertellen, dan hoort niemand het. Simpelweg. Dus ik denk dat echt heel belangrijk is. Dat is ook de reden waarom Adriaan zijn Expedition Glory is begonnen. Schat, krijg ik nou die bloemen van je? Maar dat is gewoon echt zijn droom. Om door middel van die korte filmpjes gave verhalen over het werk van God te delen met anderen. Niet omdat het leuk is, omdat het een soort van heilige inhoud is, maar omdat het kracht heeft. En dat het kracht heeft, dat weten we. Dat hebben wij persoonlijk ervaren. Dat heeft Adriaan een keer eerder met jullie gedeeld. Maar ik wil het gewoon opnieuw met jullie delen. Omdat het gewoon te mooi is om niet te delen. Maar ik heb zelf mijn verhaal dus gedeeld via Expedition Glory. Ik weet niet, heeft iemand hem ooit gekeken? Mijn filmpje nummer 13? Oh, Michiel, ik ben blij dat jij hem hebt gezien. Ik weet nog dat wij bezig waren met opnames. Het gaat over een droom die ik had. En dat we aan het filmen waren. En Adriaan was vergeten zijn mobiel uit te zetten. Dus hij neemt op. Ja, met Michiel Zandman. Stoor ik? Zegt Michiel. Nee, zegt Aad. Ik ben even mijn vrouw aan het filmen in de slaapkamer. En ik... Welke Michiel? Oh, nee. Dus nou ja, mijn filmpje is hè. Ik zit in de slaapkamer mijn verhaal te vertellen dat God mij ooit een droom heeft gegeven. Op het moment dat we geld hard nodig hadden, gaf God me een droom waarin ik dus een cheque van 1000 pond kreeg van 2 mensen uit de gemeente. We woonden toen in Engeland. En de volgende dag kregen we van 2 mensen een envelop met een cheque van 1000 pond erin. Nou, dat is dus mijn verhaal op Expedition Glory nummer 13. Kijk hem vanmiddag. En wij hadden buren in de straat bij ons. Niet superveel contact met ze, af en toe praat je, af en toe een bakje, maar leuk. Zij emigreerden naar Frankrijk. Maar wat bleek, zij keken vanuit Frankrijk daar, die Expedition Glory filmpjes. En na een tijdje kreeg ik dus een Facebook bericht. En die ga ik gewoon nu voorlezen. Hey Rebecca, hoe is het met jullie? Ik volg al een tijdje jullie verhalen op Expedition Glory. Ik wil jullie laten weten dat we hier heel veel kracht uit hebben gehaald. En dat wel verhalen een voorbeeld en troost voor me waren. Nou mag je best weten dat ik niet heel gelovig was, maar nu echt zeker weet dat God bestaat. We hebben hier echt een rottijd gehad. Geen werk, geen inkomsten. Met hulp van mijn ouders konden we eten kopen. En de enige lichtpuntjes in ons leven waren onze kindjes. Gisteren zaten we echt doorheen. Dit omdat vandaag onze zoon Sietje jarig is. En we geen ruimte hadden om een cadeautje of taartje of zelfs slingers te kopen. Ik moest daardoor gisteravond aan jou denken. Aan jou, jullie verhaal, dat je had gebeden om geld of om een cheque. Dus ik dacht, ik ga ook bidden en vragen of we geholpen konden worden. En of ervoor gezorgd kon worden dat er geld op onze rekening komt. Zodat we in ieder geval een cadeautje kunnen kopen voor onze zoon.
En wat gebeurt er? Vanmorgen kijkt mijn man op onze rekening en er is eindelijk na maanden wachten kinderbijslag gestort. Hier zijn we al maanden voor in het vechten om dat rond te krijgen en steeds kregen we te horen dat alles in aanvraag was. Daarna werd Sid gebeld door de hulpverleningsinstantie hier dat nu alles rond is en we al het geld krijgen waar we recht op hebben. En als klap op de vuurpijl wordt Sid net gebeld door een grote hotelketen met de mededeling dat ze geïnteresseerd zijn in zijn bedrijf waar we mee bezig zijn om op te zetten. Echt, Rebecca, ik ben nu 1000% zeker dat God bestaat. Ik stuur jullie dit berichtje om je te laten weten dat we vinden dat jullie goed werk doen door het verhalen van mensen te delen. Hierdoor krijgen andere mensen ook weer hoop en geloof. En ik wil je laten weten dat jij me hebt geïnspireerd om te gaan bidden. Het heeft echt gewerkt. Dank jullie wel. Kusje, kusje, kusje. Ja, het gaat om God en wat hij doet. Maar als wij erover vertellen, dan doet hij het nog een keer en nog een keer. Deze vrouw heeft helemaal niets met geloof, niets met kerk te maken. Zij deelt wijsheden met ons die ik vandaag uit de Bijbel heb gevist. Het is echt zo gaaf, het werkt. En wij hebben allemaal de kracht in ons om verhalen te delen, anderen te vertellen. Het brengt hoop, het brengt geloof. Het brengt mensen bij God voor wie niets onmogelijk is. Een God die leven kan veranderen. Een God die zo oneindig groot en mooi en lief is. Het is gewoon het allerbeste wat je iemand kan gunnen. Dus laten we allemaal daar heel bewust van zijn. En nog meer de tijd nemen om de komende weken en maanden gewoon te delen. Het hoeft niet heel zwaar en prachtig te zijn met een droom. Het kan gewoon iets kleins zijn. Hè? Maar als je gewoon deelt wat jij hebt meegemaakt, dan kan niemand anders een discussie aangaan. We hoeven niet zware gesprekken te voelen. We delen hoop en geloof. En heb je zelf nog niet echt die bijzondere dingen meegemaakt, dan deel de verhalen die je hier op zondag hoort. Kijk die films van Expedition Glory en stuur linkjes door naar je vrienden. Er zijn zoveel manieren waarop we kunnen delen en vertellen van wat God doet. Ik geloof dat er ook een les in zit voor mensen die misschien God ook niet echt ervaren. Hè? Dus dit was dus een... Er zit ook iets in van, als je merkt dat je meer geloof en meer hoop nodig hebt, dan positioneer jezelf. Zorg ervoor dat je ook meer te horen krijgt over wat God doet. Luister naar een podcast. Installeer een app op je telefoon, waardoor je dus dagelijks een Bijbelvers opgestuurd krijgt. Lees mooie boeken van die biografie van levenshelden van de afgelopen eeuw. Ja, vooral jonge mensen. Als je soms denkt van ja, ik weet het niet helemaal. Is het nou echt zo? Je hebt het nog niet zelf meegemaakt. Zorg ervoor dat je in een positie komt waar je wel alle goede, mooie verhalen over God te horen krijgt. Dan zal je merken dat het eigen wordt en dat het echt gaat leven in je. Dat je op een dag gewoon je eigen mooie verhalen hebt en kan vertellen over wat God doet. Iets wat wij hebben gemerkt in ons leven, dat ons echt heeft geholpen. Adam en ik zijn vaker verhuisd en op avontuur gegaan met God. En dan soms weet je het echt niet meer. Dingen lopen anders dan je zou willen of denken. Net als van Naomi. Dan is ook een dagboek een aanrader. Ik heb hier een prachtig dagboek geschreven door een hele lieve vrouw, mijn eigen moeder. En Adriaan en ik hebben zo vaak dit boekje erbij gepakt. Van nou, heer, we weten niet wat zegt u vandaag. Nou, 5 augustus. Nou, dan zo'n prachtig woord. En dat kan je echt raken en dan voel je gewoon een hoop en geloof weer komen. Ook al weet je het zelf niet. God spreekt ook door andere mensen heen. En ik heb een paar van deze boeken meegenomen uit Engeland. En als je denkt van nou, dat lijkt me leuk, wel in het Engels natuurlijk. Spreek me een keertje aan, ik kan een mooie korting voor je regelen. Ik heb een kleine voorraad thuis liggen, dus dat is ook goed om te doen. Dus de eerste stap na vruchtbaarheid in Naomi's leven was het horen van wat God had gedaan. En de tweede oorzaak van het ommekeer in haar leven is eigenlijk ook wel gewoon heel simpel. En dat zijn gewoon twee hele lieve, mooie mensen die ze tegenkomt. Eentje is haar schoondochter Rut en de andere een verre familielid van haar overleden man, Boas. En we gaan kijken naar eerst Rut en daarna Boas om te zien... Wat hebben zij gedaan? Hoe hebben zij hun leven geleefd? Hoe heeft het ervoor gezorgd dat Naomi dan toch weer een vruchtbaar leven is gaan leven? En tot het punt is gekomen dat ze kan uitroepen van nou, prijs de Heer. En niet meer God heeft mijn leven ellendig gemaakt.
We beginnen in Rut 1, vers 16 en 17. Hier lezen we dat Rut die antwoordde op het moment dat dus Naomi wil vertrekken en de tweede schoondochter zegt, wij gaan mee. Nee, hoeft niet, ga mee, want het is alleen maar ellende. Dat doe ik jullie niet aan. Blijf Rut smeken, ze wil gaan. Zegt ze in vers 16, vraag me alstublieft u niet u te verlaten. Ik wil altijd bij u blijven. Uw volk zal mijn volk zijn en uw God mijn God. Ik wil sterven waar u sterft. En naast u worden begraven. Nou, ik denk dat het voor de meesten gewoon bekend is, dit stukje. Maar wat is het gewoon gaaf om te zien hoe Rut haar leven leidde. Hè? Dat heeft Naomi zo ontzettend geholpen. Ze is bereid haar eigen land en familie achter te laten. Welke mensen in de zaal hebben hun eigen land en familie achtergelaten? Ik ben er één. Daar zitten een paar uit Colombia. We moeten even op de vertaling wachten, denk ik. Maar er zijn de mensen hier in de zaal die dat ook hebben gedaan. Hè? En... ja, dat kost je wat. Dat kost je zeker wat. Je krijgt er heel veel voor terug. Maar het kost je zeker wat. Naomi is ook bereid om als weduwe zonder kinderen door het leven te gaan. He, op het moment dat Naomi wil vertrekken om terug te gaan, zegt ze, ja, maar ik heb geen zoons meer voor jullie om mee te trouwen. Ook al krijg ik een nieuwe man en krijg ik weer kinderen, dan zijn jullie te oud ervoor en... Daar zijn ze allemaal van bewust. Rut, die weet, als ik terugga met Naomi, dan is dit het. En toch kiest ze ervoor om dat te doen. Ze is ook bereid om in een nieuw land te leven met andere gewoontes. Hè, zelf dan wennen aan een nieuwe taal en weer andere mensen. En ik vind het een enorm grote belofte wat ze zegt, van dat ze Naomi trouw zou blijven tot de dood. Ik bedoel, dat is net een huwelijk, hè? Dat je zegt, nou, tot de dood ontscheidt. Dat je dat aan je schoonmoeder belooft. Dat vind ik nogal wat. En eigenlijk het allerbelangrijkste wat Rut doet, is dat ze zegt, in uw God zal mijn God zijn. Ze laat echt gewoon alles achter. En ze is helemaal bereid om ook God aan te nemen. En we moeten er ons dan wel bewust van zijn. Dit is dus de God die Naomi's leven ellendig heeft gemaakt. De God die haar zoveel zuurs heeft aangedaan. De God die haar in de steek heeft gelaten. En ervoor gezorgd dat de man en de twee zoons zijn overleden. Zo, een plaatje heeft Naomi geschetst voor God. Maar ik heb een heel sterk vermoeden dat Rut God al had leren kennen. Ik denk dat ze toch, ondanks de verhalen van Naomi, al iets had geproefd en gezien van de echte levende God. Misschien door de verhalen van haar man heen of een andere schoonfamilie. Want als we kijken naar Rut en die persoon, dan doet het me zo denken aan de bekende omschrijving van de liefde in 1 Korinthe 13... Er zijn een paar versen die voor mij gewoon Rut omschrijven. Er staat 1 Korinthe 13 vers 7. De liefde beschermt altijd, heeft altijd vertrouwen, verwacht het altijd van God en houdt stand. Aan de liefde komt nooit een einde. Ik vind dat kan niet anders dan dat Gods liefde al in Rut was. Dat ze zo'n grote stap kan zetten om met Naomi mee te gaan. Die liefde die ze heeft voor een ander, dat ze haar leven neerlegt. En dat ze daardoor echt zo'n zegen brengt voor Naomi. Want we weten dat de zegen van Naomi komt mede door Rut. En ook door Boas. Nou, die Boas die was dus een rijke familielid van Naomi's man. Grappig hè, dat Naomi eigenlijk was vergeten dat hij nog bestond. En ik denk dat we daar ook een klein lesje uit kunnen leren. Dat we soms zo in onze ellende zitten en alles wat er tegen, het is zo zwaar, zo moeilijk. Dat we de kleine zegeningen vergeten of dat we ze over het hoofd zien. En, want ze zei, ja, ik heb niks, ik heb niemand, ik heb lege handen. Maar dat was niet zo, er was wel een familielid. Er was wel iemand, een meneer van God om te voorzien. Maar op het moment dat Naomi zo in haar ellende zat, kon ze dat even niet zien. Dus het is goed, welke situatie je ook zit, hou vast aan de goedheid van God. En als je mensen om je heen hebt die het moeilijk hebben, vertel ze over de goedheid van God. Dat hebben ze nodig, want God heeft altijd een plan. God laat je niet in de steek zitten. Hij heeft altijd een idee van hoe hij je droog en door leven kan veranderen. En je op een plaats brengen dat je kan roepen, prijs de Heer. Dus die Boas, die doet enorm veel voor Rut. Dan zien we dat ook het principe van een beetje zaaien en oogsten. Rut, die is
die heeft geloof getoond. Hè. Ze, zekerheid in God heeft ze, want ze laat alles achter. Ze is moedig en heel toegewijd aan Naomi en God. En nu gaat ze daar de vrucht van plukken. Want nu ziet Boaz haar staan in het veld. Dus in Rut 2, vers 8 en 9, daar lezen we... Boaz liep naar de toe, nadat hij haar had gezien in zijn akker. Luister eens, blijf maar hier om aren te verzamelen. Je hoeft niet naar een andere akker te gaan. Loop maar vlak achter mijn arbeidsters aan. Ik heb mijn knechten gewaarschuwd dat ze je niet mogen lastigvallen. En als je dorst hebt, neem dan gerust wat water. Nou, is ook heel bijbels. Ik neem dan ook gerust wat water. Boaz, die ziet Rut. Die merkt op, hè, van, oh, is een onbekende daar in mijn akker. Wie is dat? En hij voorziet. Hij zorgt ervoor dat ze mag werken daar. En dat ze dus te eten krijgt. Hij deelt wat hij heeft. Hij is heel vrijgevig. Eigenlijk is zijn bedoeling vanaf het eerste moment om te zegenen, om te helpen, om te delen. Dat is ook het hart van God. Dat is ook het hart waar wij naar verlangen, om ook zo te zijn. En dan lezen we iets verder wat hij nog meer doet. Hij zegt tegen Rut van vers 12 en 13 van hoofdstuk 2. Ik heb gehoord wat je allemaal voor je schoonmoeder hebt gedaan na de dood van je man. En ook dat je je ouders en je vaderland hebt verlaten om hier bij een vreemd volk te komen wonen. Mogen de Heere, de God van Israël, onder wiens vleugels je je toevlucht hebt gezocht, je hiervoor belonen. Dus die Boaz die leeft echt mee. Hij toont begrip. Hij bemoedigt haar en hij zegent haar en hij beloont haar. En ik vind hij is gewoon echt een gentleman. Ze zeggen altijd dat de woorden die ontbreken in een taal, dat het heel veel zegt over die taal. Dat je in het Nederlands niet... Nou nee, dat is niet waar, want je hebt wel het woord de heer. Maar dan denk ik altijd die heer. Maar een gentleman. Wat denken we aan een gentleman? Dat is iemand die gewoon netjes handelt. Hè? Iemand die denkt aan een ander. En vanaf het moment dat hij Rut ziet in zijn akker, tot het moment dat hij haar aanneemt als echtgenoot. Alle stappen die hij zet, dat doet hij gewoon netjes. Hij handelt op zo'n rechtvaardige, mooie manier. En dat is echt een voorbeeld. En ik weet dat Boaz, het verhaal voor Rut, het is een prachtig plaatje zeg maar, van het verlossende werk van Jezus. Hè. We kunnen daar zo enorm wel uithalen. En dat wil ik niet kleineren door te zeggen dat we ook mogen kijken naar gewoon de man Boaz. Wat hij heeft gedaan voor een ander. Wat hij heeft betekend voor een ander. Dat hij gewoon door zijn vriendelijkheid, door zijn manier van denken om een ander te zegenen, een ander te helpen. Dat hij ervoor gezorgd dat Gods plan voor de eeuwigheid gewoon uitkwam. Want samen met Rut krijgt ze een zoon. Dus een voorvader van koning David en een voorvader van Jezus. En ik vind dat zo bijzonder. En dat is voor ons ook super bemoedigend. Dat elke keer dat wij gewoon aardig zijn voor mensen, het hart van God hebben en onze spullen delen met anderen, dat we anderen zegenen en bemoedigen, dat we gewoon rechtvaardig handelen en doen. Dat is elke keer dat we een stukje van de eeuwigheid kunnen veranderen, want het raakt mensenlevens. Het brengt mensen bij God. Misschien niet in één keer, maar op den duur wel. Mensen zullen zien dat wij dat wij bij Jezus horen, dat we op hem lijken, dat er een goede God is. En zo heb ik ook gedacht gewoon aan ons als gemeente. Hè. Hoe zijn wij? Ik ga ervan uit en ik zie het ook. Ik heb het ook zelf meegemaakt. Dat de mensen hier gewoon lief zijn. Hè. Wij zijn een kerk dat bereid is om over God te vertellen. Niet alleen maar om te vertellen, maar ook te doen. Hè. Dat we in onze handelingen Gods liefde laten zien. We zijn vrijgevig. We hebben net een super gave impactweek gehad voor de buurt. Er zijn zoveel mooie, gave initiatieven hier in de gemeente. Heel veel mensen met een bediening. Echt een hart om mensen te vertellen over God. En toch weet ik dat er ook mensen hier in de gemeente zitten die zich eenzaam voelen. Ik weet dat er mensen zijn die verlangen gewoon naar vriendschap. Die behoefte hebben aan diepere connecties met mensen in de kerk. En ik weet ook dat er mensen zijn met gewoon praktische noden. Er zijn mensen met meer maand dan salaris. Die af en toe €50 kunnen gebruiken. Of €100. En
Ik denk dat het vanochtend gewoon super goed is. Wat God echt op mijn hart heeft gelegd om te delen is. Dat we gewoon opnieuw bewust worden van hoe God door ons heen kan werken. Om andere mensen te raken. Om andere mensen bij God te brengen. En dat God je of vanuit je droogte naar je vruchtbaarheid, naar vruchtbaarheid wil brengen. Of dat hij je wil gebruiken in het proces in een ander man zijn leven. Dat hij op een punt komt dat hij God kent. En de goedheid van God kent. En zijn liefde. Ik weet, ik heb een keer op Moederdag was dat een preek gekeken van Bill Johnson uit de Bethelgemeente. En hij zei, nou ja, het is Moederdag. Willen alle alleenstaande moeders gaan staan? Dus alle alleenstaande moeders die gingen staan. Hij zegt, lieve gemeente, deze moeders hebben ons gebed nodig. Maar meer dan wat dan ook, hebben ze gewoon ons cash nodig. Dus ga naar ze toe en zegen ze gewoon. Niet met woorden, maar met briefjes. En nou, ik vind het zo'n vrijmoedigheid, maar ik vind het ook gewoon zo gaaf. Het is echt het hart van God. Dus je ziet allemaal mensen met dollars en gewoon gaaf. Nou, wie wil dat niet? Dat je gezien wordt, dat je geholpen wordt. Dat je de goedheid van God erkent en ervaart door je broers en zussen in de gemeente heen. Dat lijkt me zo gaaf. En dat hoeft niet gestructureerd vanaf het podium, dat je één keer in de maand iets gedaan wordt. Dat mag je zelf gewoon doen, wanneer God het op je hart legt. En wanneer, wanneer het je uitkomt in die zin van, dat als God spreekt en jij bent bereid om het te doen, doe het gewoon. Yes. Ik heb zelf ook meegemaakt in mijn leven. En vaak, Adriaan en ik zijn, nadat we getrouwd waren in 2004, zijn we een jaartje voor een christelijke organisatie gaan werken. Waarbij we dus allebei geen inkomen hadden. We leefden van giften. En tijdens dat jaar en die paar jaar daarna hadden we gewoon regelmatig financieel gebrek. En we waren gewoon regelmatig aan het bidden van God wilt u voorzien, God wilt u helpen. En ik weet nog één keer heel bijzonder dat onze oudste Anna, die was een jaar oud. En we woonden in Engeland, wij waren daar betrokken bij het jeugdwerk. En op maandagochtend vroeg, 7:30, zouden we opgehaald worden om een weekje naar Soul Survivor te gaan met de jeugd. En het was zondagavond en we hadden één luier en geen geld. Echt gewoon geen cent te maken, helemaal niets. En daar zaten we dan zondagavond te bidden van, Heer, hoe gaat u dit doen? Wilt u ons helpen? Wilt u voorzien? En dan ga je logisch nadenken van, nou, misschien komt er morgen een briefje op de bus met 20 pond erin. Maar oh nee, wij gaan om 7:30 al weg en de postbode komt pas om 11:00. Kennen jullie het al een beetje, dat je soms gaat invullen van hoe God gaat voorzien? En om 8:50 s'avonds ging de telefoon. Was Adriaans oudste zus Andrea, die belde van, hé, hoe is het? En gezellig, we gaan er zo surviven, mooi. En nou, zegt ze, ik moest vandaag aan jullie denken. En ik heb €200 overgemaakt. Lief, dankjewel zus. Ja, ze gaat ook bidden voor ons tijdens zo'n surviven, heerlijk. En Adriaan die rende naar boven, internetbankieren. Oeh, het staat er nog niet op. Maar de volgende ochtend om 6:00, internetbankieren, ka-ching! In Engeland zijn die winkels 24/7 open. Dus je kon om 6:30 's ochtends pakken luiers kopen. En wij gingen naar Soul Survivor. Joehoe, met luiers voor Anna. Gelukkig maar. En dan, ik heb later gedacht, Piet naaktgeboren uit Arnhem had ons kunnen bellen om 9:00 s'avonds. Maar die had ons telefoonnummer niet. En die had ook ons rekeningnummer niet. Maar het was Adriaans zus die belde. Maar zij is familie. En zij wist onze situatie ongeveer. Maar ik geloof omdat ze dichter bij ons staat en meeleeft, dat ze ook daardoor gewoon gevoeliger was voor de Heilige Geest. En op het moment dat zij een gedachte kreeg van, oh, ik zou Aten en Rebecca zegenen met een bedrag, was het precies het moment dat we dat nodig hadden. En ik denk dat God dat gewoon, dat is ook vaak zijn manier van werken. Toch door familie heen. En dat is waar ik echt naar verlang, ook hier in deze gemeente. Dat we steeds vaker elkaar kunnen helpen en zegenen. En ik denk dat het belangrijk is dat de mensen die graag geholpen willen worden. Je mag af en toe wat meer vrijmoedig zijn. En mensen echt vertellen waar je mee zit. Ik heb ook in die afgelopen 8 jaar dat ik hier in Nederland woon. Echt met situaties gezeten. Van ja, ik ken heel veel mensen. En het is allemaal leuk en zo warm. En ik word echt tot 20 mensen geknuffeld op de zondagochtend. Maar niemand weet echt waar ik doorheen ga. Maar het is ook lastig als ik er niet over praat en het niet deel met anderen. Dus we mogen gewoon wat vrijmoediger zijn. We mogen durven vertellen.
En dat is een belangrijke les wat ik echt heb geleerd in die periode nadat we een kindje na 6 maanden zwangerschap hebben verloren. Kreeg ik een tip van een vriendin die ook een kindje had verloren. En ze zei, Rebecca, mensen kunnen niet blijven raden en aanvoelen. Soms moet je gewoon zeggen waar je aan toe bent. En ik had een periode dat ik, zeg maar 6 maanden na de geboorte en overlijden van kleine Ruben, dat ik gewoon echt zo verdrietig was. En ik heb een appje gestuurd naar 3 vriendinnen uit de kerk. Gewoon van, ik ben zo verdrietig. Ik weet niet wat ik moet doen. Nou, binnen een week alle 3 vriendinnen langs geweest. Eentje met de taart, dat is mijn liefdestaal. Eentje met bloemen en de ander gewoon op de koffie. En het is zo mooi, want mensen zijn bereid en mensen willen helpen. Ik geloof dat we hier zitten en dat er echt heel veel van Gods liefde in mensen harten zit. Jullie voelen ook die passie en die bewogenheid, neem ik aan. Hè? En willen ook gewoon dat God je gebruikt en helpt. Maar ja, soms weet je gewoon niet zo goed hoe of wat of wie. Maar aan de andere kant, wij mogen ook allemaal wat vrijmoediger zijn. Om soms, als je in de kerk binnenkomt, dan zit ik in mijn vertaalhokje daarboven. Dan zie ik iemand, dan krijg je zo'n rare gedachte van cappuccino. Oh, cappuccino. Misschien moet ik een praatje gaan maken met die persoon, straks bij de koffie. Gewoon even, hoe is het? En hoe is het op je werk? Of hoe is het hiermee? En soms stel ik een vraag en schiet die persoon meteen in tranen en denk je, oeh, raak. Omdat ik gewoon op dat moment gevoelig was voor wat God zei. En ik dacht, ja, ik doe er ook dan wat mee. En dat is echt gewoon mijn uitdaging. Want wij willen zo graag dat we gewoon gaan zien dat mensen een sprong maken in hun leven. Dat ze niet meer zitten met God heeft mijn leven ellendig gemaakt. Of gewoon soms simpelweg mijn leven is ellendig. We willen dat mensen op de plaats staan waar ze kunnen roepen en zeggen, prijs de Heer, God is goed. Ik heb een hoopvolle toekomst. Ik heb een mooi leven voor me. Ik heb mensen om me heen. Hè? En dat is waar we echt naartoe willen als gemeente. Dus even kort samen te vatten is dat het heel belangrijk is dat we opnieuw bewust worden van hoe belangrijk het is om te vertellen over wat God doet. Dat we vertellen van de dingen die God in ons leven heeft gedaan. Heeft hij nog niets in jouw leven gedaan? Vertel over wat anderen doen. Stel jezelf bloot aan de goedheid van God. Luister naar verhalen. Kijk die Expedition Glory filmpjes. Iemand die een getuigenis heeft gegeven. Maak een praatje met hem of haar na de dienst. Zoek het gewoon op. Maar ook wees ervan bewust hoe God door je heen wil werken. Met zijn liefde. Wat ik zei in het begin van dat God inderdaad door dromen spreekt. God grijpt heel vaak op een bovennatuurlijke manier in. Dat sluit ik niet uit. Daar verlangen we ook naar. Maar God werkt ook gewoon door onze woorden heen en door ons leven heen. Hoe we delen en vertellen. En dat is zo belangrijk dat we dat doen. Dus ik wil jullie nu gewoon vragen om even een paar minuten de tijd te nemen. Laten we het doen, misschien met de band erbij. En dat we gewoon bewust worden van ons leven. De kracht die we hebben om andere mensen te helpen. Op weg naar het punt van prijs de Heer. En dat we gewoon in 2 en 3-tallen waar we zitten elkaar bemoedigen en zegenen. Misschien ook even delen. Joh, ik ga komende week meer opletten wat ik zeg. Ik wil vertellen van Gods goedheid. Misschien kijk je naar iemand straks en denk je gewoon aan een bedrag. En denk nou, dan misschien vraagt God door jou om een bedrag aan iemand te geven. En we gaan dat gewoon doen. We vragen de Heilige Geest of hij wil komen. Misschien kunnen we even staan en laten we gewoon de Heilige Geest een ding doen. We danken God dat u een God van leven bent. Dat u een God bent van vrucht. Dat u een God bent die ons haalt uit dorre plekken. Dat ook al is er droogte in ons leven. Dat we u kunnen ontmoeten. En echt kunnen roepen met heel ons hart. Prijs de Heer, want u bent goed. En ik bid, Heer, als we nu even een momentje nemen in gewoon die 2 en 3-tallen, dat u echt gaat spreken. Dat u uw ideeën en gedachten op ons hart en in ons denken gaat leggen. En dat we met z'n allen als gemeente echt verder kunnen gaan. In het vertellen van uw goedheid. En in het uitleven en uitdelen van uw liefde. En ik zegen jullie in Jezus' naam. Amen. Thank you.
Jezus. Hè.